Showbizland stond ook vandaag niet stil. We geven je de laatste updates. Julie Vermeijre bracht recent een kledinglijn bij CKS uit. Haar vader Jacques en haar vriend Laurens stonden aan de zijlijn te supporteren. Haar moeder Eva Pauwels die was niet van de partij. Die moedigde haar dochter bewust van op afstand aan. Ze wil de media-aandacht van haar dochter niet wegnemen. Het gaat wel goed met Eva. Ik ben mijn wilde haren kwijt, zegt ze. Valerie de Bozer bleef gisteren wel heel dicht bij haar dochter. Zita werd gisteren 17 jaar oud en dat moest gevierd worden. Met taart, drank en lekker eten maakten ze er een gezellige avond van. Kathleen Aerts die beleeft in Zuid-Afrika ook heel veel gezellige momenten. De zangeres schittert in het zonnetje met een goed glas champagne, want ze heeft iets te vieren. Vandaag mocht ze haar eerste gasten ontvangen in haar droom guesthouse. Meteor die ontvangt best even geen gasten. Op Instagram meldt hij dat hij corona heeft. Helaas heeft dat gevolgen voor zijn geplande signeersessies en optredens deze week. Thanks voor jullie begrip, ik mis jullie nu al, schrijft hij bij de foto. En terwijl Meteor in zijn bed uitziet, traint Niels de Stadsbader volop voor zijn nieuwe shows in het Sportpaleis. Zo'n shows eisen fysiek veel van je lichaam en dat weet Niels. Op Instagram Stories deelt hij een foto in volle actie. Sportpaleis, here we come!